Met nog 1240 dagen te gaan voor de Olympische Spelen van 2012 zien de Nederlandse handbalsters een medaille gloren. The Road to Gold was de titel van de presentatie die de Australische tweevoudige Olympisch hockeykampioene Allison Anaan woensdag gaf in Papendal. De nieuwe bondscoach Henk Groener wil zich eerst richten op kwalificatie voor het WK, maar heeft eenzelfde gouden Olympisch traject voor ogen als dat van de waterpolosters. Ja goed, het is een hele jonge groep. De oudste nu is 29. En er zijn heel veel jonkies bij van rond de 20, zelfs nog van 18. Dus het is een heel gemêleerd gezelschap met veel talent en toch een aantal al doorgewinterde professionals erbij. Dus een hele goede mix, maar wel een groep die qua zeg maar, gemiddelde leeftijd nog kan groeien. Dus in 2012 eigenlijk een mooie leeftijd heeft. Marieke van der Wal hoopt dat proces na jaren als reservekiepster nu als eerste doelvrouw mee te maken. Er zal nog wel het een en ander moeten gebeuren. We hebben een hele jonge ploeg, dus... Ja, het zal heel erg lastig worden. Maar ja, we hebben nog 4 om er naartoe te werken. En ik heb er wel veel vertrouwen in dat dit gaat lukken. Of mede-routinier en aanvoerster Diane Lamijnen tot 2012 uithoudt, is de vraag. Ja, voor mij ligt het iets anders. Ik moet daar nog eens heel goed over nadenken. Ik heb al 2 missies meegemaakt met dit Nederlands team. Ik ben zelf nu 29 en ik moet me nog even goed afvragen welke weg we gaan inslaan en hoe we dat dan gaan doen en of ik daar dan aan ga deelnemen. Maar mijn sportieve prestaties is nu absoluut ook de kwalificatie halen en de WK 2009 daar gewoon een goede prestatie neerzetten. Roxanne Bovenberg heeft geen twijfel. Het talent droomt van Olympisch goud en daar wil ze veel voor opgeven. Ik ben nu natuurlijk 19 en ik zit nu dan 2 jaar bij de academie. En dan ben je eigenlijk ook van huis. Je traint hier heel de week en je bent hier intern. Dat is natuurlijk een klein, het lijkt er een beetje op, maar natuurlijk in het klein. Dus absoluut, ik vind het prachtig om zo met mijn sport bezig te zijn. En daar zou ik absoluut wel voor over hebben.